Een 32-jarige Dordtenaar is zaterdagavond aangehouden nadat hij een man een kopstoot had gegeven, een vrouw had bedreigd, meerdere agenten had geslagen en politieauto's had geramd. Agenten moesten pepperspray gebruiken om hem onder controle te krijgen. De verdachte belde rond het eind van de middag aan bij een huis van bekenden aan de Prinses Marijkenstraat in Crispijn. Hij maakte ruzie en gaf de man een kopstoot. De vrouw sprong ertussen, maar ook zij kreeg een klap. De Dordtenaar dreigde dat hij een vuurwapen ging halen en gebruiken. Het echtpaar belde de politie, die met meerdere wagens de achtervolging inzette. Op de Transvaalstraat ramde de man een politieauto met daarin twee agenten. Daarbij brak een zijspiegel af en ging de deur van de politieauto kapot. Daarna reed de verdachte op een rotonde tegen een personenauto en in beide gevallen raakte gelukkig niemand gewond. Uiteindelijk reed de verdachte zich spookrijdend klem op de Meerkoetstraat in de Vogelbuurt. Politieauto's voor en achter hem blokkeerden de weg. De man reed toen opzettelijk frontaal tegen de wagen voor hem. De agenten bleven ongedeerd. Uitgestapt ging de man met iedere agent in gevecht. Verschillende agenten liepen kneuzingen, blauwe plekken en andere verwondingen op en moesten volgens de politie door een arts worden gecontroleerd. Pas na gebruik van pepperspray kregen de agenten de man onder controle. Hij zit vast op het politiebureau.